Hallo daar F1-liefhebbers en welkom bij weer een nieuwe video van onze Sauber Career Mode serie hier op F1-24. De Grand Prix van Mexico staat vandaag op het programma en dan hebben wij uiteindelijk aankomende woensdag de Grand Prix van Sao Paulo. En dan naderen we alweer bijna het einde van seizoen 2 van deze Career Mode. En dit is de ontwikkelingsstrijd tussen mij, Alpine en Williams. We hebben nog een enorme weg te gaan, maar we maken stappen, want het gat was groter. En de auto wordt ook steeds wat competitiever, merken we. Dus dat is positief. Het weerbericht dan voor dit weekend. Dan zien we dat het in een race gaat regenen op het begin. Maar gelukkig blijft het in de kwalificatie droog. Dus eens even kijken of we een goede kwalificatiepositie hieraan kunnen overhouden. We gaan over naar de kwalificatie in Mexico City. Hier hebben we. De fans zijn hier al sinds zonsopgang. En het stadion, de Foro Sol, is absoluut geweldig. We staan op het punt om de startopstelling voor de Grand Prix van morgen te bepalen. Het is kwalificatiedag hier in Mexico stad. Nou, inmiddels aangekomen bij de kwalificatie gaan we naar het eerste deel van de kwalificatie. Sergio Perez zet de snelste tijd in 1:14.706. Nou, daar gaan wij denk ik niet overheen kunnen, want ja, deze auto is daar simpelweg nog niet goed genoeg voor. Maar ik verwacht wel dat deze auto goed is voor het tweede deel van de kwalificatie. Ik had best wel veel vertrouwen in Mexico. Dit is wel een baantje die mij ligt. Ik verwacht ook dat Visa Cashapp hier het goed zou doen. Want ja, dit circuit ligt hun auto wel. Sowieso, de Red Bulls presteren hier altijd wel goed. Ik weet ook niet of dat voor het zusterteam geldt. Maar ik zie hun wel de punten gaan halen, Visa Cashapp. Nou, wij staan op dit moment op de 9e positie. En uiteindelijk finishen we ook richting die plaatsen. Uiteindelijk halen we het tweede deel van de kwalificatie en staan we dus als 9e. Nou, ik wist dat 9e is wel heel hoog voor ons qua kwalificatie. Dat gaan wij sowieso niet evenaren. We mogen blij zijn als we het derde deel van de kwalificatie halen. De uitvallers zijn Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Gasly en Zhou. Dus er valt wel een Visa Cashapp RB uit en dat is die van Daniel Ricciardo. Dus dat is wel redelijk verrassend. Het tweede deel van de kwalificatie dan. Zien we dat we 1,1 seconde sneller zijn dan Lewis Hamilton. Nou, die heeft waarschijnlijk een hele slechte run gereden dan. Of wij zijn gewoon zo goed bezig. Dat kan natuurlijk ook. Uiteindelijk gaan we door de laatste bocht heen. En dan dooraccelereren. Verstappen naar een 1:13.991. En wij gaan uiteindelijk naar een 1:15.1. Dat is op dit moment de vijfde tijd. En uiteindelijk skippen we een klein stukje. En dan zie ik dat we op de 10e plaats staan. En dat is toch wel heel risky. Uiteindelijk zijn we zelfs gezakt naar de 12e positie. En je ziet dat we heel veel moeite hebben met onze tijd verbeteren. Sterker nog, het gaat misschien maar om een paar duizenden van een seconde. Maar is het goed genoeg om het derde deel van de kwalificatie hierin veilig te stellen? Uiteindelijk is het niet genoeg. We staan op de 14e plek. En dat is gewoon, ja, op zich ben ik er tevreden mee. Hè. We hebben het tweede deel van de kwalificatie gehad. Alleen had ik wel gehoopt op P12 misschien. Want dan hoef je tijdens de start maar twee plekken te pakken. Opvallend genoeg is ook dat Carlos Sainz het derde deel van, ja, dat is niet opvallend, want de topteams halen het. Dus dan halen wij het nooit. De uitvallers zijn Sainz, Magnussen, Albon, ik en Ocon. Dus ja, best wel slechte kwalificatie van Albon. Maar ja, er zijn ook best wel veel bochten in dit circuit. Dus logisch dat de Williams daar wat slechter presteert. Gaan we ook even onze driver rating meepakken. Nou, tempo gaat 400 in de plus. Dus die gaat in de race wel naar 87. Maar ons overal blijft 83. Dus dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Mexico. In de jaren 60 zou Mexico stad de seizoensafsluiting zijn. Een feest van autoracen. Dat is misschien niet langer het geval, maar Mexico organiseert toch altijd een feest. Welkom bij het Autodromo Hermanos Rodriguez voor de Grand Prix van Mexico stad. 17 bochten op het Autodromo Hermanos Rodriguez. 10 naar rechts en 7 naar links. En die zullen allemaal moeten worden genomen onder de moeilijke, natte omstandigheden hier vandaag. Ook geen DRS dus, althans niet aan het begin van de race. Maar de beste inhaalmogelijkheden zullen nog steeds richting bocht 1 of kort daarna richting bocht 4 zijn. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Een geweldige kwalificatie van Charles Leclerc gisteren, waardoor hij op pole staat. En daarna staat Fernando Alonso. En op de rest van de grid hebben we Norris, Russell, Hamilton, Verstappen, Oscar Piastri, Perez, Tsunoda, Stroll, Sainz, Magnussen, Joker, Ocon, Hülkenberg, Sargeant,
Gasly, Zhou, Ricciardo en Alexander Albon pakt de laatste plaats op de grid. Nu de lichten bijna uitgaan, is het tijd om naar de baan te gaan. En naast me in het commentaarhokje vandaag een man tegen wie ik altijd opkijk, wat gemakkelijker gezegd is dan gedaan, Bas van Damme. Laten we eens kijken naar het seizoen en dan vooral een vergelijking maken met de teamgenoot. Eerlijkheidshalve heeft deze coureur vrijwel altijd de overhand gehad. Ik weet wat wij moeten doen voor de start van de race van vandaag, maar hoe zit het met onze coureur? Hoe zien die laatste uren eruit? Nou, iedere coureur heeft eigen voorbereidingsrituelen voor de race. Je ziet verschillende coureurs, sommigen met hoofdtelefoons op, luisterend naar muziek. Andere coureurs halen juist energie uit het publiek en zwaaien naar de mensen. Weer anderen keren in zichzelf en praten met hun engineers om cruciale informatie tot zich te nemen die ze nodig hebben tijdens de race. Die voorbereidingsrituelen zijn essentieel om systematisch te werk te gaan. We rijden veel Grand Prix in een seizoen en hoe systematischer je te werk kunt gaan, hoe beter je jezelf voelt in die omgeving. Aangekomen bij de race gaan we de strategie even met jullie doornemen. Medium hard. Naar verwachting hebben we de regenbanden niet nodig in deze race. Ondanks dat het regent, lijkt het niet hard genoeg te gaan regenen om uiteindelijk plassen op de baan te krijgen, waardoor er spray komt en dat we daardoor regenbanden moeten pakken. Nou, de lampen zijn aan voor de Grand Prix van Mexico en we zijn onderweg. We hebben alleen niet zo'n hele goede start. Is ook niet per se heel erg slecht, maar is ook niet goed. Magnussen rijdt bijvoorbeeld bij ons vandaan. Hulkenberg komt naast ons terecht. Dat moeten we proberen zien te voorkomen dat Hulkenberg ons inhaalt. Hulkenberg is ons eigenlijk op papier voorbij. Maar wij remmen hem er gewoon nog steeds naast. Hulkenberg zit daarvoor met zijn voorvleugel. Oh, daar ging het bijna mis. En uiteindelijk weten we Nico Hulkenberg te pakken. Maar merkte ik ook al direct dat er best wel wat moeite is met de grip hier. Door natuurlijk de regen hebben de slicks gewoon best wel weinig grip. En dat merk je wel in zo'n race. Hier zien we bijvoorbeeld Stroll versus Magnussen. Nou, ik probeerde dan naast te komen. En uiteindelijk pakken we de Aston Martin, denk ik. Ja hoor, de Aston Martin is te grazen genomen en zo hebben we de 12e positie binnen deze race. En dan pakken we ook direct eventjes de herhaling van de start erbij. Dan zien we de Aston Martin vanaf de eerste startrij redelijk goed starten. Hij gaat uiteindelijk niet naar de eerste plek. Hij duikt wel in de slipstream van de Ferrari en je ziet ons ook te kijken. Je ziet ons kijken van waar moeten we hem er nou naast zetten. De Ferrari gaat door de eerste bocht en de Aston Martin heeft de positie verloren daarvoor in. En dan zien wij hier ook dat wij naast Nico Hulkenberg zitten. En dat Hulkenberg op de curves dan komt en daardoor slecht kan dooraccelereren. Waardoor wij Nico Hulkenberg wisten te pakken. Maar goed, dan zijn we weer verder in de eerste ronde. Zien we dat we nog steeds achter Kevin Magnussen rijden in zijn prachtige Haas. Maar we proberen wel binnen de DRS te blijven. En dat is oprecht niet zo heel erg makkelijk, maar we doen wel ons best. 16e achter Kevin Magnussen. En ook even achter ons kijken, want daar rijdt Lance Stroll op 2/10, 3/10 inmiddels. Maar goed, Lance Stroll kan ons op dit moment nog niet pakken. We openden trouwens de eerste ronde in 1:33.391. Maar door natuurlijk twee groene sectoren gaat die tijd er natuurlijk aan. En dan is het even de vraag waar we naartoe kunnen gaan verbeteren. Naar welke tijd gaan we toe? Verstappen naar een 1:23.112. En wij naar een 1:24.313. Ruim een seconde trager dan Max Verstappen, wat natuurlijk logisch is. Max rijdt in een snelle auto. En hier zien we iets leuks, want dit gaat om de leiding in de race tussen Lando Norris en Charles Leclerc. En Lando Norris pakt de leiding denk ik over. Hij zit aan de goede kant ten opzichte van Charles Leclerc. En dan heeft Lando Norris Charles Leclerc te grazen genomen. En zo ligt hij op de eerste positie in deze race. Gaat Charles Leclerc dan nog een positie verliezen? Jawel! Hij zakt helemaal door het ijs. En daar komt dan de man met de nummer 1. Wat natuurlijk maar één kan betekenen dat dat onze wereldkampioen is. En dat is Max Verstappen. En Verstappen zit naast de Ferrari-coureur. Alleen kan hij zijn auto naast de Ferrari houden. Alleen ja, dan is het de grote vraag. Kan Max het doorzetten? Want Max zet het door en de Ferrari zet het ook door. Gaat dit wel goed komen? Jawel, Verstappen heeft de tweede positie overgenomen. Maar daardoor is de McLaren weggereden bij Verstappen. En heeft de McLaren dus best wel, rijdt de McLaren best wel ver weg.
Maar goed, ook wij hebben natuurlijk te maken met Lance Stroll. Hij rijdt ook in een snellere wagen dan wij. Vandaar ook dat zijn teamgenoot natuurlijk gewoon voorin meerijdt. Daar hoort zijn teamgenoot technisch gezien ook te rijden. Maar goed. Hier zit Lance Stroll er bijvoorbeeld al naast bij ons. We proberen het dan zo te doen dat hij nog achter ons blijft. Nou, dat lukt, want Lance Stroll forceert zichzelf als het ware op de curbstone. Waardoor hij slecht door kan accelereren. Daardoor liggen we nog op de 12e positie. Maar goed, ook de Alpines kennen natuurlijk ook een hele slechte kwalificatie. En die willen dat goed maken. En daardoor duikt er eentje naast Alexander Albon. En Albon geeft zich alleen niet snel gewonnen. Maar zijn Duracell batterijen zijn gewoon op. En dan laat Albon zich dus wel kennen ten opzichte van de Alpine van Pierre Gasly. Kijken we eventjes verder in deze race, zien we nog steeds dat we 12e rijden, maar we kijken eventjes naar de tijd waarnemen. Kevin Magnussen is inmiddels best wel ver bij ons vandaan gereden en we zien dat Lance Stroll op 2/10 van ons zit. Nou, dat betekent dat we door deze fout nog wel eens een inhaalactie geïncasseerd kunnen krijgen. Hier zit Lance Stroll ernaast, maar wij houden hem naast de Aston Martin en daardoor kan Stroll geen kant op en liggen we dus nog op deze 12e positie. Alleen de vraag is nog voor hoe lang. Kan Lance Stroll hier bijvoorbeeld weer een aanval neer gaan zetten? Lance Stroll is in ieder geval goed wakker, want als we een foutje maken, dan staat Stroll er direct om ervan te profiteren. Want hier komt Stroll ernaast. We douwen echt, we doen ons best, want we douwen de ERS er als het ware uit. Want de auto heeft bijna gewoon geen ERS meer, zo erg is het. Uiteindelijk kan Lance Stroll de aanval niet doorzetten, denk ik. Nee, dat lukt hem niet. Uiteindelijk krijgen we ook een doelstelling in de zesde ronde. Laat ERS op tot 48,54% voor de 11e ronde in deze race. Nou, natuurlijk moet dat gaan lukken. En dat gaat ons ook uiteindelijk lukken. Kijk even onderin, want daar hebben we de doelstelling al gehaald. We zitten inmiddels al op 60% ERS gespaard. Doen we enorm netjes en hebben dus ruim de doelstelling weten te halen. Tussentijd komt Lance Stroll naast, maar wij remmen gewoon wat later, waardoor Stroll niks anders kan doen. Zesde ronde van de race nog steeds. Dan duurt het denk ik oprecht niet lang voordat wij Lance Stroll zijn achterkant zien. En wat dus inhoudt dat Stroll ons kan gaan inhalen. Want Lance, ja, die heeft best wel wat snelheid in de wagen. En wij zitten gewoon wel enorm te struggelen met de snelheid in onze wagen. Hier komt bijvoorbeeld Stroll ernaast. Maar het lukt hem simpelweg nog niet. Stroll zit er nog wel naast. En lijkt er nu aan voorbij te kunnen, toch? Of, nou ja, hij gaat zichzelf weer forceren op die curbstone. Oh, 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 Stroll trapt er elke keer in. En elke keer hetzelfde. En dan zitten we bijna in de 8e ronde van de race. En dan is het de vraag of Stroll überhaupt nog wat kan gaan doen. Want ik heb het idee dat Stroll natuurlijk eerder naar binnen moet. Want volgens mij heeft Stroll schade aan de voorvleugel. Ik weet niet waardoor, maar ik zag wat aan zijn barsports, wat schrammetjes. Misschien dat daardoor Lance Stroll er heel moeilijk aan voorbij kan komen. Dat hij in de bochten gewoon te veel tijd verliest. En dat hij het op het rechte stuk goed moet maken. En dat hij daardoor niet goed kan inhalen. Verstappen heeft inmiddels de sessie verlaten. Hij is DNF en Stroll heeft ons de gazen genomen. Stroll heeft ons in het oortje genomen en ligt op de 12e positie. Uiteindelijk liggen wij weer op de 12e positie en Stroll 11e, want Max Verstappen is natuurlijk uitgevallen. Maar deze had ik even niet zien aankomen, want ik dacht we gaan Stroll gewoon weer op dezelfde manier om de tuin leiden. Maar dit keer trapt Stroll er niet in en hier zien we trouwens de uitvalbeurt van de Nederlander Max Verstappen. Wat is er precies gebeurd bij onze Nederlandse vriend? Nou, de snelheid is opeens uit de Red Bull wagen. En ja, dan moet je hem natuurlijk aan de kant zetten. En wel op een veilige manier. Want ja, als dat natuurlijk niet lukt, dan hebben we een safety car. En dat moeten we natuurlijk met z'n allen niet willen. Verstappen zet hem uiteindelijk op een goede plek neer. En zo hebben we geen virtual of een normale safety car. Tsunoda zet zelfs tijd neer 1:18.882. Want de baan is gewoon droog. De baan is weer voor slicks gemaakt nu. Want dat was hij al, want de slicks waren gewoon de snelste banden. Alleen je merkte wel dat het regende. Want je gleed hier en daar best wel vaak weg. Stroll is inmiddels weggereden na 1,6 seconden. En in de tussentijd komt ook even Nico Hulkenberg om de hoek gekeken. En hij gaat ons dus weer voorbij. En zo worden wij terugverwezen naar de 13e positie. En toen begon ik in mijn hoofd toch wel te twijfelen of wij in deze race überhaupt wel een goede prestatie neer kunnen gaan zetten.
Want we worden overal om de oren gereden en het lijkt er wel gewoon op dat we hier niks aan kunnen doen. Nou ja, we kunnen natuurlijk zo hard mogelijk rijden, maar deze auto zit ook gewoon aan zijn maximum. En dat is gewoon balen. We raken de auto ook vaak redelijk snel kwijt. Maar we zitten nog binnen de DRS van de Haas. En onze Duitse vriend kunnen we daardoor gaan inhalen, denk ik. Hulkenberg verdedigt de racelijn niet. Ja, dat is mooi dom. Want dan duiken we er natuurlijk naast bij de Haas. En de Haas laat zich dan ook makkelijk kennen. En zo liggen we op de 12e positie. Maar goed, 11e ronde van de race. We zitten nog niet eens op de helft. En toch al best wel wat inhaalacties gezien. Hier bijvoorbeeld van de AI. Een Visa Cash-up RB en een Ferrari. Dat kan maar één zijn. En dat is Carlos Sainz. Want die rijdt veel te hoog voor wat zijn auto kan. En daar komt dan de aanval van Tsunoda. En Tsunoda pakt, denk ik, Sainz toch wel. Jawel, hij pakt Sainz. Ook eigenlijk een beetje op dezelfde manier als wij. Dwingt de Sainz als het ware op de curbstone. Waardoor Sainz uiteindelijk niet door kon accelereren. Nou, dan hebben wij een gat gecreëerd ten opzichte van Hulkenberg in de 12e ronde. 1,4 seconden. En heb ik ook besloten om een undercut te maken. Alleen besluit ik altijd heel laat. We nemen het paaltje uiteindelijk voor de CMA. In het echt had je hier een tijdstraf voor gekregen. Maar die krijgen wij niet. En het was de bedoeling van undercut. En dat bedoel ik niet dat we Magnussen kunnen pakken. Nee, de tijd met Magnussen moet naar beneden. Die moet naar beneden. Het zal natuurlijk wel mooi zijn als we de Haas kunnen pakken. Maar het gaat al gruwelijk mis in de pitstraat. Uiteindelijk doen we 5 seconden over onze pitstop. Terwijl dat normaal 2,4 seconden moet zijn. Dus dat is veel te hoog. Maar we moeten gewoon naar de tijdwaarneming kijken. En dan moeten we maar Stroll of Show als mikpunt gaan gebruiken. Om te kijken of wij wel daadwerkelijk genoeg tijd verbeteren. Dan zitten we nog steeds in de 13e ronde. Maar dan zien we dat we het gat met Stroll al aan het dichten zijn. We zitten zelfs al binnen de DRS van de Aston Martin. Guanyu Zhou is nog 17 seconden bij ons verwijderd. Hier waren een paar track limits. Maar goed, die nemen we dan maar heel eventjes voor lief. Uiteindelijk denk ik dat we nog wel eens een aanval kunnen gaan doen op de Aston Martin van Lance Stroll. Want Stroll is niet zo heel erg ver verwijderd. En kijk, hoppata, we verbeteren heel erg veel. En die tijdwaarneming gaat als een speer naar beneden. En daardoor kunnen we uiteindelijk de aanval op Lance Stroll inzetten. En sterker nog, we zijn Stroll voorbij. En zo staan we niet meer laatste. En ik weet het, eigenlijk staat Max Verstappen laatste. Maar goed, hij rijdt natuurlijk nu niet meer mee. Dus dat is niet eerlijk. Hier zien we trouwens nog een leuke inhaalactie van de Alpine. Die heeft laatst natuurlijk Albon ingehaald. En hier gaat hij voorbij aan Kevin Magnussen. Ik bedoel, nee, aan Nico Hulkenberg. En Hulkenberg laat zich hierin te erg kennen. Want ook hij wordt op de curbstone gedreven en kan daardoor niet mee. Haal een rondetijd van 1.19.841. Dat moeten we natuurlijk wel halen. Is weer goed voor onze driver rating, want dan gaat hij sneller omhoog. Nou, met 2 resterende rondes komt dit allemaal goed. Want we halen het in 1 keer en daardoor krijgen we er straks tempo bij. Als we weer onze rating gaan bekijken straks. In de 16e ronde van de race zien we ook al dat de pitstops gaande zijn op het circuit. En dat is alleen maar gunstig voor ons, want dan kunnen we kijken wat we goed hebben gemaakt ten opzichte van Magnussen. Ik ga er niet vanuit dat er een undercut plaats heeft gevonden, aangezien er natuurlijk ook het nodige fout is gegaan tijdens onze pitstop. Nou, uiteindelijk komt Kevin Magnussen de baan weer op. En ik denk dat als onze pitstop goed gegaan was, dat we in de staart van Magnussen hadden gezeten. Of er misschien zelfs wel aan voorbij waren. Want het gat is 2,2 seconden en inmiddels 1,7, wat inhoudt dat we best wel aan het inlopen zijn op de Haas-coureur. Nou, de laatste pitstops zijn bijna ook gaande. Behalve de beide Ferraris. Die moeten nog naar binnen. Uiteindelijk komen we terug op de 11e positie. En wil ik graag naar die 10e positie toewerken. Dat zou natuurlijk mooi zijn als we hier nog met punten uit Mexico kunnen gaan vliegen. Maar goed, ik achterkans redelijk klein. We zitten inmiddels achter Kevin Magnussen. Hij staat op de 10e positie. Het is de vraag waar we kunnen inhalen. Nou, we keken eventjes. We laten ons zien in de spiegel. Maar we doen er voor de rest nog niet heel erg veel mee. Ik denk dat we Magnussen hier niet kunnen inhalen. Want hier is het rechte stuk gewoon simpelweg te klein voor. En dat zien we ook. We gebruiken de ERS ook expres niet. We laten ons puur dichterbij komen door de Drag Reduction System, DRS.
En dan zitten we nu wel dicht genoeg achter Kevin Magnussen in de 20e ronde van deze race. Kunnen we Magnussen dan te grazen gaan nemen? 4 seconden staan we voor Lance Stroll. Maar het gaat nu om wat er voor ons gebeurt. En daar gaan we Kevin Magnussen voorbij. En zo liggen we op de 10e positie in deze race. En dan kijken we even naar het grotere plaatje. Dan zien we dat Carlos Sainz met de Visa Cash App RB, die natuurlijk niet veel minder is dan onze wagen, op de 9e positie rijdt. Dat zegt wel wat ik had gezegd, dat de Visa Cash App RB echt wel goed is op dit circuit. Alleen dat Daniel Ricciardo er gewoon niet mee om kan gaan, dat kon hij in het echte ook niet. Hij is niet voor niets uit de auto gezet. Maar misschien dat we Carlos Sainz ook nog wel kunnen gaan inhalen. Hier zien we trouwens een inhaalactie van de Aston Martin van Fernando Alonso. Kan ook niet anders, want Stroll rijdt helemaal achteraan. En de Aston Martin gaat voorbij aan Checo Perez en zo ligt hij op de 2e positie. 3e positie, excuus. En het was ook niet Checo Perez, maar het was Max Verstappen. Want Perez rijdt helemaal verder achteraan. Maakt het niet uit, dat heb ik in ieder geval kunnen corrigeren. Tsunoda in de pitstraat, maar hij is al pit exit. En daardoor gaan wij hem sowieso niet inhalen. Is ook helemaal niet van belang. Tsunoda is een topteam. Wij moeten ons focussen op Carlos Sainz. Alleen krijgt Sainz nu wel even tijdelijk DRS van Tsunoda. Dus ik hoop dat Yuki Tsunoda eigenlijk nog weet weg te rijden bij Sainz. Want dan krijgt Sainz in ieder geval geen gratis DRS. 22e ronde van deze race inmiddels. Staan we nog steeds 10e en weten we ook moeilijk bij Kevin Magnussen weg te rijden. Magnussen weet ons knap bij te houden. Nou ja, knap. In ieder geval gaat hij ons hier ook voorbij. Maar dan proberen we met hem mee te remmen. We liggen nog steeds 10e. Oh ja, dit had ik niet verwacht dat Magnussen er nog naast wou. Maar in ieder geval, zo liggen we 10e. Hier zien we trouwens een inhaalactie van Fernando Alonso, die zelfs naar de 2e positie gaat, want hij haalt ook Lewis Hamilton in. En zo ligt Lewis Hamilton opeens op de 3e positie en die leek nog de race te kunnen gaan winnen. Sterker nog, Fernando Alonso gaat de leiding in deze race overnemen. Want in de 23e ronde van deze race valt Lando Norris uit. En Lando Norris was natuurlijk aan de leiding in deze Grand Prix. Het valt sowieso op dat in deze Career Mode Serie best wel vaak de raceleider uitvalt. Zoals maar al de 3e of 4e keer dit seizoen, dat is best wel vaak. Maar goed, wij staan dus nog steeds op de 9e plek. En het gaat op zich niet heel erg slecht. Ik bedoel van 24e ronde nog 12 rondjes te gaan. Ik was me echt goed aan het focussen. Ook omdat ik het gevoel had dat ik Carlos Sainz misschien nog wel kon gaan inhalen. Je ziet het ook aan de manier waarop ik de bochten neem. Ik probeer echt mijn best om overspeed te creëren ten opzichte van Sainz. Maar ik merkte ook dat op de rechte stukken er gewoon geen eer te behalen viel. Want Sainz was zoveel sneller op de rechte stukken dan wij. Ja, dat je echt denkt van waarvoor rij ik hier in godesnaam mee? Ik bedoel van, Sainz die maakt alles goed op de rechte stukken. Ik bedoel van, het gat is nu 7.4 met nog maar 10 rondjes te gaan. Ja, dat ga je never, nooit dichtrijden. Dat bestaat niet. Maar goed, hier zien we Fernando Alonso nog een keer. Want hij heeft inmiddels de leiding in de race verloren aan George Russell. Ik bedoel aan Lewis Hamilton. En die gaan we hier nogmaals eens even inhalen. En zo gaat de nummer 44 er dus aan. En is Lewis Hamilton de leiding in de race kwijt. Want daar is hij dan. Fernando Alonso is de nieuwe leider in deze Grand Prix. Maar goed, daar is voor ons helemaal niks bijzonders aan. Want wij rijden met nog maar 7 rondjes te gaan op de 9e positie. We gaan waarschijnlijk punten eraan overhouden als we in Mexico weten uit te rijden. Kijk even naar het gat met Kevin Magnussen. Dat gat bedraagt maar liefst 5,7 seconden. Magnussen laat zich enorm kennen hier in Mexico. Laat zich enorm overklassen. Laten we het daar maar gewoon op houden. Want Magnussen heeft er totaal geen grip op. En dan in de 31e ronde. De ronde stikken weg hier in Mexico. En we rijden in 1:18.307. We rijden nog helemaal niet hele slechte rondetijden hoor. Zo eerlijk moet ik zijn.
Het is natuurlijk wel redelijk snel afgedaald. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met bandenslijtage. Magnussen rijdt al dik 6 seconden achter ons. Hier zien we trouwens nog een gevecht tussen Lance Stroll en mijn teamgenoot. Dit ben ik namelijk niet. En Stroll gaat voorbij aan mijn teamgenoot. Mijn teamgenoot rijdt nu kansloos laatste. Omdat Lance Stroll er waarschijnlijk aan voorbij gaat. Nou, waarschijnlijk. Dat kunnen we nu wel zeker weten. Want hij komt op de curbstone terecht. Nou, dan ben je kansloos als Guanyu Zhou zijnde. En zo heeft Lance Stroll zijn positie overgenomen. En zitten wij inmiddels in de ene laatste ronde van de race. En inmiddels ook in de laatste ronde van de race. We rijden 1:18.003. De rondetijden gaan steeds wat verder omhoog. En we nemen jullie mee in deze laatste ronde van deze Grand Prix. En het is toch wel een bijzondere Grand Prix geweest. Als we deze laatste ronde overleven, dan hebben we toch nog best wel een comeback gemaakt, zeg. Want in de regen hadden we best wel groot gat op Kevin Magnussen. En dat grote gat hebben we helemaal dichtgereden. En kijk even waar Magnussen nu tegenaan kijkt. Het gat bedraagt bijna 8 seconden. En dat is voor Magnussen natuurlijk redelijk fors. Dat zegt maar ook weer hoe slecht de Haas is op dit circuit. Ik bedoel, van je mag natuurlijk zo'n voorsprong never nooit meer weggeven. En de hoop dat ik Carlos Sainz kon inhalen is vervlogen. Maar die hoop had ik eigenlijk al een beetje laten vervliegen. Want ik wist gewoon al vanaf 6, 7 rondes geleden van dat gaat hem niet worden. Dus dan gaan we lekker op de cruise control rijden. Hier en daar nog wel even wat corrigeren. Maar goed, Fernando Alonso wint dus deze Grand Prix. Felicitaties aan hem. Maar wij gaan door de laatste paar bochten. We gaan nu door het stadiongedeelte. Dit vind ik het mooiste gedeelte van dit circuit. En hier rijden we het stadion weer uit. Dan komen we door de laatste bocht. En dan gaan wij hier punten pakken in Mexico. We eindigen uiteindelijk op de 9e positie. En dat is, als je het aan mij vraagt, een prima prestatie. Dan gaan we ons opmaken voor de podiumceremonies. Het zijn gelukkige dagen voor de Fons. Een winnaar vandaag, Fernando Alonso. En dat zijn nu natuurlijk 2 overwinningen op rij voor deze coureur, Olaf. Wat bevestigt dat het geen toeval is. Dus met het oog op de toekomst, je weet dat hij in de juiste mindset zit. Wat kunnen we nog meer verwachten? Het team van Aston Martin zal erg blij zijn met de prestatie van vandaag. En het eindresultaat? Weer een uitstekende race en uitstekend teamwork. Een welverdiende eerste plaats. Nou, dit was in ieder geval de Grand Prix van Mexico. Ik hoop dat jullie er allemaal van hebben genoten. Maar blijf nog zeker hangen, want we gaan het klassement even met jullie bekijken. Alonso wint de Grand Prix dus. En dat betekent ook dat Alonso de nieuwe leider is in het kampioenschap. Want Verstappen is natuurlijk uitgevallen. En daardoor een gat van 30 punten. Ik geloof dat Alonso dan denk ik al aan de leiding stond. Maar maakt ook niet uit. We zien ons terug op de 11e positie in het rijdersklassement. Dan pakken we de constructeurs er even bij. Zien we Mercedes op de eerste plek. McLaren tweede. Red Bull derde. En Aston Martin vierde. Ferrari staat vijfde. En wij zijn terug te vinden op de 6e plek. We zien dat Haas 10e staat en die hebben eindelijk 1 punt weten te pakken. Want dat was natuurlijk dankzij Kevin Magnussen. Dat is het eerste punt van Haas dit seizoen. Onze driver rating is bijna 84. Alleen tempo gaat omhoog, want dat is uiteindelijk 87 rating geworden. De erkenning is nog steeds 55% voor ons en 45% in het nadeel van Guanyu Zhou. Dames en heren, ik wil jullie in ieder geval graag bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je dit kanaal steunen? Doe dat dan gratis door te abonneren en de video te liken. En vergeet ook zeker niet de video te delen met je vrienden, zodat we kunnen blijven groeien. Daar worden we enorm blij van. Nou, bedankt voor het kijken en toedeledokie.